We gaan door, Maaike, naar D66, want die wil de krijgsmacht openstellen voor alle burgers uit de Europese Unie. Ja, het is wel duidelijk dat die Europese verkiezingen eraan komen. Want D66 pleit al langer voor een Europees leger. En nu doen ze dus weer een nieuwe poging in die richting. Ze willen dat ons Nederlandse leger ook buitenlanders, dus militairen uit andere EU-landen, toestaat. En D66 zegt dat dat nodig is, omdat er heel veel vacatures zijn bij Defensie die niet ingevuld kunnen worden. Maar is dit dan de oplossing? De vraag is of je het hiermee gaat oplossen natuurlijk. Binnen Europa bestaan overal tekorten bij Defensie. Dus het is de vraag welke Europese burgers je hiermee gaat aantrekken. Duitsland heeft bijvoorbeeld ook grote tekorten in hun eigen leger. Dus je kunt erop rekenen dat Duitsers waarschijnlijk al niet gaan tekenen. Dat betekent nogal wat, want je krijgt natuurlijk mensen binnen die bijvoorbeeld niet allemaal Nederlands spreken. Daar zul je al iets mee moeten doen. Het is ook de vraag of je allemaal mensen binnenkrijgt van een vergelijkbaar opleidingsniveau als in Nederland. Dus daar moet je ook naar gaan kijken. Dus dat betekent nogal wat aanpassingen die je moet gaan treffen.